Mijn naam is geschaad en ik zal die ook weer herstellen. Dit zei ex-directeur Gianmardo Cromosuto van de Surinaamse Postspaarbank in zijn laatste woord. Vandaag is een verdediging in de gelegenheid gesteld om in te gaan op de strafeis van het Openbaar Ministerie. De raadslieden Benito Pik en Richard Chonayou hebben hun pleidooi gehouden. Cromosuto wordt door het OM verdacht van deelname aan een criminele organisatie, het overtreden van de anticorruptiewet en verduistering. In hun dupliek gaven de advocaten aan het niet eens te zijn met de aangehaalde punten van het OM. Zo vinden ze dat de anticorruptiecommissie niet werkt, waardoor de werking van de wet in deze wordt gemist. De verdediging is het er ook niet mee eens dat Cromosuto wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Het feit dat we hier met zijn 2, 4, 5, 6 staan, 7 man staan en we iets bespreken. En ik ben voor de zeg maar eerst lijkt me een goed idee om die bank daar te gaan beroven. Dat betekent nog niet dat we een criminele organisatie. Wat er trouwens niet is gebeurd in het geval van Cromosuto. Maakt van ons nog geen criminele organisatie. Dat heb ik aangegeven. Je moet duidelijk motiveren het begrip organisatie en de criminele activiteiten. En in een organisatie, dat weet u ook, maar waarschijnlijk deel uit van een organisatie. Ja, daar is er een duidelijke structuur. Er zijn afspraken, er zijn taken en er is een leidinggevende. En het Openbaar Ministerie heeft niet meer gezegd wie de leidinggevende is, wat de rol van Cromosuto precies was bij de criminele handelingen. En dat men het oogmerk had om misdrijven te plegen, is niet aan bod gekomen. Men heeft het gelaten op, weet je, ze zijn bij elkaar gekomen en we denken dat ze een strafbaar feit wilden plegen en daarom is het naar een criminele organisatie. Maar zo werkt het niet. Chonayou heeft het gevoel dat het OM zich heeft gericht op de publieke opinie. Hierdoor zijn er zaken aangehaald die volgens de raadsman inhoudelijk niet kloppen. Volgens hem kan er bijvoorbeeld geen sprake zijn van transacties met blanco checks. Blanco betekent ongedekt. Dat weten we allemaal. En als u het me niet gelooft, dan gaat u maar de wetenschappelijke boeken erop nahouden. Maar de transacties die zijn gepleegd, gewoon puur feitelijk, die zijn helemaal niet blanco. Ik bedoel, als ik je geld geef voor iets, is het toch niet blanco? Als ik je een pand geef voor een krediet, is het toch niet blanco? Ik bedoel, daarvoor hoef je niet naar school te zijn gegaan om het te begrijpen. Dus ik heb aangegeven in ons woord, in ons antwoord, in ons repliek, dat alleen maar daaruit je kan halen dat het met de onderbouwing van deze zaak bij het Openbaar Ministerie compleet mis zit. Vandaag zijn ook de strafzaken tegen Robert Gray van Tricht, de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, en consultant Ashwin Angnu voorgegaan. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen Van Tricht met aftrek van de periode in voorarrest. De verdediging kan zich echter niet terugvinden in deze eis. Ik geloof niet dat daar enige ondersteuning voor is in het feit dat materiaal dat in het briefje hebt. Dat hebben we in ons pleidooi ook al aangegeven. En dat blijkt ook omdat Ryan die brieven heeft geschreven aan de verschillende staatsbedrijven. Het onderdeel was van Prodigy 1. Dus Ryan heeft wel degelijk werk verricht. En daarvoor was er een voorschot overgemaakt voor Ryan. Die 625.000 bloedboek als een rode draad door die repliek was. Dus we hebben 3 weken de tijd om het te ontzien nu en dat gaan we doen. Gianmardo Cromosuto houdt vast aan zijn onschuld. Het vonnis wordt op woensdag 22 december uitgesproken. En de strafzaak tegen Robert van Tricht gaat op 9 november voor.